archeologisch onderzoek is gebleken dat hier een klein houten kerkje heeft gestaan. Dat was eigenlijk in het eerste bouwsel wat hier stond. En dat is gedateerd ongeveer 900 na Christus. In de jaren daarna, rond het jaar 1000, is deze stenen kerk hier gekomen. En later is dat uitgebouwd, steeds weer uitgebouwd tot een grotere kerk. En in de 14e eeuw is er zelfs een kruisbasiliek ontstaan. Ja, we zijn ook, de toren is in het trots bezit van een groot bijaard, 49 klokken. Dat is een van de grotere bijaards in Nederland. Ja, heel leuk is eigenlijk wel het detail, dat kan je hier zelfs op de maquette zien, dat hier nog een put is waar de klok in gegoten is. En die bevindt zich achter Roelof. Ja, misschien kan je het luik wel even openmaken. Ja, oké. Vraag ik nou wel heel veel. Ja. Het is lang niet open geweest, zie ik wel. Maar het is een lampje, Roelof zal de lamp even aandoen, dan kan je zien hoe die put eruit ziet. Die werden ter plekke gegoten. Die is ter plekke gegoten, ja. Ja. Alle klokken of alleen een bepaalde? Nee, in ieder geval een bepaalde. Ik weet niet hoe dat verder is geweest, maar hier kan je zien. Hè? Dus hier zie je die ronding hè, waar dit is geweest. Dat hebben ze bij de restauratie weer aangetroffen. En ja, dat moest natuurlijk behouden blijven hè, als belangrijk element in zo'n oude kerk. Kijk naar al die zuilen. Al die zuilen zijn verschillend. Dat heeft ermee te maken dat de kerk gebouwd is in al die verschillende fasen. Die zuilen waren vroeger zuilen die de buitengevel bekleden. En later ja, staan ze dus in de kerk om dat dak te kunnen dragen. Maar ze zijn allemaal verschillend. Als je goed kijkt, zie je dat. En op de zuilen zie je dan de diverse wijdingskruisen. Iedere keer als die kerk weer was verbouwd, werd die weer opnieuw gewijd. Het oudste wijdingskruis is aan deze pilaar te zien, deze pijler. Ja, wij zijn een onderdeel van de PC, van de plaatselijke commissie. Die plaatselijke commissie is weer de vertegenwoordiger van de stichting Oude Gelderse Kerken. En die stichting heeft in 2019 de kerk overgenomen van de protestantse gemeente. Die protestantse gemeente had een aantal kerkgebouwen, of heeft een aantal gebouwen. En ja, het oudste en het duurste gebouw hebben ze afgestoten. En daar moest natuurlijk een hele goede partij voor zijn. En die is gevonden in die stichting Oude Gelderse Kerken. En die stichting beheert het gebouw. Je moet je voorstellen, het onroerend goed. En het onroerend goed moet ook goed gebruikt worden. En daarvoor is de plaatselijke commissie, de PC zoals wij dan zeggen. Het allermooiste was natuurlijk ook dat er heel veel vrijwilligers zijn die ook meegegaan zijn. Die niet gezegd hebben van wij doen het alleen maar voor de protestantse gemeente, maar wij doen het ook voor het gebouw. En we willen ook dat het gebouw in stand blijft en dat het kloppende hart van Lochem blijft. Komend jaar, vanwege de corona, is dat nu allemaal wat op de achtergrond geraakt. Maar volgend jaar willen we toch starten met bezoek van scholieren. En die gaan dan eerst, de helft van de klas die gaat dan eerst naar de toren, naar de bijaard. En de andere helft die komt hier in de kerk, krijgt hier een rondleiding. En op die manier proberen we dus ook de jeugd weer in de kerk wat te laten zien wat voor gebouw het is van binnen. En wat hier allemaal te zien is. Dus ja. In het jaar 1672 verbleven hier de soldaten van de bisschop van Münster. En in die tijd, gaat het verhaal, werd deze kerk ook gebruikt als bakkerij voor de soldaten. En er stond dus een grote stapel hout, werd er tegen die muur aangegooid, voor de bakkerij, om brood te bakken. En het verhaal gaat dan verder dat er een van die soldaten op die stapel hout zou zijn geklommen en die zou dan die graffiti daar hebben aangebracht. Zo'n soort soldaatje uit die tijd. Die tekeningen zijn alweer teruggevonden, maar de mooiste tekeningen zijn natuurlijk de originele kerktekeningen. Hier is de tekening van de boom van Jesse, Jesaja, die hier onderin in slaap ligt. En de stamboom van Jezus die daar uitgroeit, zeg maar.
En die wordt bekroond door de Christusfiguur daarboven. Alleen er is weinig meer van over, helaas. En verder vinden we een paar Christoffel-tekeningen muurschilderingen hier in de kerk. Dus er is eentje hier en er is nog één aan de andere kant. Die is minder zichtbaar, maar deze is het mooiste zichtbaar. Die zijn de meeste kleuren nog. Dan hebben we een uniek stuk waar we heel erg trots op zijn. Dat is een van de vroegste christelijke afbeeldingen in Nederland en misschien wel in West-Europa. Dat is deze steen. Dat noemen we een gedachtenissteen. En die stamt nog uit de Karolingische tijd. En die werd aangetroffen, dacht ik, op een zuil van een grasserk, dacht ik. Hè? Ja. En die is dus twee keer gebruikt. Hè? Dus de voorkant werd weer nieuw aangebracht voor de grafzuil die er toen was. Die zat daarachter, hè? En aan de achterkant bleek dat zo'n heel oud ding te zijn. Ja, dus waarvan men toen de waarde niet inzag, maar natuurlijk komt dat nu dan weer boven water. Ja. Ja. Met de achterkant die zie je, die hier ziet, die zie je daar in de muur. Die hebben ze daar weer nieuw gemaakt. Ik weet niet of je dat kunt laten zien. Wat in de muur, wat erboven hangt? Ja, wat erboven. Dat is dit. Wat ook vrij nieuw is, dat is het initiatief van een paar mensen die hebben gezegd, zo'n kerk is zo geschikt om als meditatieruimte, als stiltecentrum. En er worden één keer per, wat is het ook weer, twee maanden of zo, weet jij dat zo goed? Wordt hier het licht van een gedula georganiseerd. Dan worden er allemaal kaarsjes gezet vanaf het middenpad, zoals je binnenkomt, helemaal tot hier waar dan een grote tafel staat, het altaar. En je kan kaarsjes meenemen en die zet je dan hier neer. En de afgelopen keer was er een harpiste die prachtige meditatieve muziek maakte. En dan zit je daar omheen met z'n allen. En dat is geweldig wat je dan kan ervaren. Ja, in oktober is de iconententoonstelling het komend jaar voor de 10e keer alweer op rij. En dan komen er, vragen we dus een gerenommeerde iconenschilder of schilderes om hier werk te laten zien. En vorig jaar hebben wij werk gehad uit Eindhoven, van het atelier van Hustegen. En daar waren 50 antieke iconen, maar ook 50 hedendaagse iconen te zien. En ieder jaar trekt dat vrij veel bezoekers. In oktober hebben we 800 bezoekers gehad afgelopen jaar. In de zomeropenstelling, in de zomermaanden, dan is het aantal bezoekers ongeveer 5000 elk jaar. En daar hebben we dus ook vrijwilligers voor die daar elke dag de kerk openhouden dus, en toezicht houden. En mensen ontvangen en mensen rondleiden. Verder hebben we gelukkig nog veel meer vrijwilligers die zorgen voor het schoonmaken van de kerk en het onderhoud. Weet je, als je zo in die kerk komt, dan merk je gewoon hoe majestueus dat is. Hè? Vooral als dat zonlicht, zoals dat nu is, door die ramen komt. En als je hier dan bijvoorbeeld komt omdat er een concert voorbereid wordt en er is een generale repetitie, je hoort een cello spelen. Ja. Zo op dit tijdstip van de dag, dan, dat is fantastisch om mee te maken in zo'n kerk. Dan merk je van wat dat betekent, die historische plek. Zeker. En die akoestiek die hier is, die ook zo beroemd is. Hè? Ja. Daarom komen er ook heel veel gerenommeerde orkesten hier naartoe, hè? Ja. En koren, om hier te zingen. En het feit dat het een laten we zeggen, naar verhouding weer wat kleinere kerk is, hè, waardoor het zo prettig en intiem is om hier een concert te organiseren. Ja. Dat is natuurlijk het grote voordeel, dat het nu uiteindelijk een wereldlijke eigenaar is die de kerk echt open wil stellen voor allerlei doelen. Wel een beetje passend in de traditie van een kerk. Je moet natuurlijk geen kermis hier binnen willen houden. Hoewel, misschien daar kunnen we nog eens over praten, maar dat ligt niet heel voor de hand.